De idylle van een huisje aan de dijk is al lang verleden tijd voor Betty Kestelo. Sinds de verbreding is het eerder een nachtmerrie geworden met al die verzakkingen. Nou, dat is dit, hè. Dit is verzakt allemaal. Je ziet hier ook dat hij hier nog vrij recht is. En naarmate het meer naar achteren loopt, zakt het weg. Wat het meeste stoort, dat is deze stutconstructie. En die staat hier nu 3 jaar. Nou, dat is een dagelijkse ergernis, een doorn in het oog. En het betekent dat mijn huis op dit moment natuurlijk verworden is tot een bouwval. Want dan zou ik het willen verkopen. Ja, dat raadt u al, dat niemand die dat wil. De ellende begon 8 jaar geleden toen het waterschap de dijk moest verzwaren. Dat was nodig om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het Rijk. Nou, dit is nu, die dijk is natuurlijk een stuk opgehoogd en naar achteren. En die druk van die dijk heeft natuurlijk ook weer voor gezorgd dat die ondergrond is gaan werken. Pogingen om schadevergoeding te krijgen lopen al jaren op niets uit. Ik hou het op zorgvuldig. Het gaat hier om een hoge schadeclaim. En daar willen we heel goed naar kijken of dat op de juiste manier afgewikkeld wordt. Daar is lang gewerkt, daar is met zwaar materieel gewerkt. Dus daar zullen ongetwijfeld trillingen hebben plaatsgevonden. Alleen is het op dit moment niet duidelijk welke gevolgen deze trillingen voor het huis hebben gehad. Ja, en nu wacht ik al een aantal jaren tot het netjes wordt opgelost, maar daar zit geen beweging in, zoals in mijn huis heel veel beweging zat en nog wel zit waarschijnlijk. Zit er geen beweging in de afwikkeling.